Goedenavond, mijn naam is Archibald Strohalm en dit is ChristenNieuws. In de gereformeerde jongerensociëteit Het Mosterdzaadje in Ermelo vond gisteravond een discussie plaats over de vraag: mag er door christenen tijdens de kerstdagen gedanst worden? Dominee Luttelgeest uit Tolen haalde enkele citaten uit de Bijbel aan waarin gedanst wordt, zoals de bruiloft van Kana en de terugkeer van de verloren zoon, maar hij stelde dat het moeilijk is voor christenen om één lijn te trekken. Hierna was het woord aan broeder Worgstra van het Hersteld Apostolisch Verband op grond van artikel 31, die met het verhaal kwam over een square dance in een gymnastiekzaal bij TL Licht, waarbij aan de ene kant een rij jongens en aan de andere kant een rij meisjes staat, die qua onschuldigheid nogal afsteekt tegen in een rokerige kroeg bij een huilerige saxofoon de onderlichamen zodanig tegen elkaar aandrukken dat er maar één bedoeling kan zijn. Major Bruis had op dat moment al de tamboerijn uit haar tas gehaald en begon spontaan aan het dansen van een christenmazurka, zoals die in Polen in Lodz gedanst wordt. Dit schoot Wika Hinz in het verkeerde keelgat. Hij trok haar de tamboerijn uit handen en sloeg die over haar hoofd. Hierna ontstond een algemene vechtpartij waarbij het materiaal dat we u graag hadden laten zien helaas verloren ging. De avond werd besloten met het zingen van gezang 195 en gebed. En dan nu het weer. Gisteren en vandaag heeft God ons in zijn veel te goedheid twee heerlijke dagen gegeven. Waar we die dagen aan te danken hebben is volstrekt onduidelijk, maar we danken God voor de zonneschijn en de milde bries. Het weer voor de komende dagen ziet er echter compleet anders uit. Met een lage drukgebied boven Schotland probeert God aan te geven dat de situatie in de binnenstad van Amsterdam hem niet zint. Al eerder achtte de Heer zich geroepen Amsterdam te straffen met hevige windstoten van 6,8 op de schaal van Beaufort, maar kennelijk denkt gay Amsterdam zich aan de toren des Heeren te kunnen onttrekken. De waarschuwing die God gegeven heeft boven New Orleans met de orkaan Katrina had dus mij voldoende moeten zijn, maar ja. We zien ook dat God actief is boven de Azoren, wat inhoudt dat ook Parijs en Brussel kunnen rekenen op de geestel des Heren. Kortom, het weer van de komende dagen hangt er weer eens geheel vanaf hoe de mens denkt te leven en hoe de mens bereid is zich te onderwerpen aan de wil van God. Daarvoor vragen wij God zegen. Heer, schepper van wind en weer, wij knielen voor u neer en wij vragen u om genade, vruchtbaarheid van het land en kalmte der zeeën. Amen.